En nu hebben we aan de telefoon Ocean van der Hans. Klopt dat? Klopt. Ja, goedenavond. Goedenavond. Ja, en Ocean, je hebt iets met de stichting Sista? Ja, correct. Die heb ik opgericht. Ja, en maar wat doet de stichting? De stichting houdt zich bezig met tieners. Mm-hmm. En probeert ze daarin te ondersteunen tijdens de ontwikkeling tot jongvolwassen persoon, om het even zo te zeggen. Mm-hmm. En daarbij kunt u denken aan eigenlijk alle vragen en problemen waar een tiener vandaag de dag tegenaan loopt. En soms niet weet waar hij of zij terecht kan. Kan je vervolgens bij Sista aankloppen om iets te vragen of iets te melden. Of gewoon even het gesprek aan te gaan als je dat in je eigen omgeving niet kan doen. En de tieners worden ondersteund in de vorm van activiteiten. Ze kunnen coaching krijgen en ook voorlichting. En op die manier proberen wij vervolgens de tieners te ondersteunen. Met in het belangrijkste is eigenlijk om de tieners preventief te ondersteunen. Dus dat het niet nodig is om eerst een heel probleem te hebben en dan pas hulp te kunnen krijgen. Nee, wij zijn vervolgens juist van het snelle werken. Ja. Om in een vroeg stadium de tieners te kunnen ondersteunen. Maar hoe kunnen de tieners jullie vinden? Nou, het mooie van het concept is dat de tieners, die zitten natuurlijk elke dag op school. Ja. En wij zitten dus letterlijk in de school. Dus na schooltijd draaien wij eigenlijk directe activiteiten met de kinderen en de jongeren. Waarbij het laagdrempelig is. Mm-hmm. Kinderen weten precies waar ze op hun eigen school zijn. Het is veilig. Ouders weten waar hun kinderen zijn. Het is transparant. En omdat het op je eigen school plaatsvindt, is het natuurlijk wel heel fijn en relaxed. Dat je niet dan nog extra ergens anders naartoe moet gaan fietsen en bang bent dat je te laat komt voor een activiteit. Ja. Dus we zitten gewoon in de scholen zelf, op de scholen zelf. En dat is dan elke middelbare school in Delft? Of? Nee, ik heb nog geen kloonmachine gevonden. Dus ik kan niet alle scholen in mijn eentje doen. Dat vind ik heel jammer, want ik had het graag gewild. Ja, dat kan me voorstellen. Momenteel zit ik op één middelbare school, Stanislascollege. Mm-hmm. Ja. En voor de rest zit ik op een aantal basisscholen in Delft. Oké. Okay. En dan gaat het dus hoofdzakelijk om de groepen 8 of zo? Het mooie was dat het concept ooit geschreven is uit het oogpunt om groepen 7 en 8 te ondersteunen. Mm-hmm. En ze ook klaar te stomen voor de middelbare school, want die overstap is nog best heftig. Ja. Alleen uiteindelijk kwam groep 5, 6 ook aankloppen. Volgens mij zouden ze het eigenlijk ook wel heel erg leuk vinden. Dus sinds 2012... draai ik ook groep 6 erbij. Okay. En groep 5 mag eventjes komen kijken aan het einde van het jaar. En groep 6 draait dan vanaf sinds 2012 ook mee. Dus ik zit nu op groep 5, 6, 7, 8 op de basisschool. En daarom draai ik door op de middelbare school. Dus het is echt een soort van doorloop. Ja, van 10 jaar tot 18 jaar zo'n beetje? Ja, zoiets kunt u inderdaad kunt u stellen, ja. En hoe lang bestaat dit al? Hoe lang doe je dit al? Het is begonnen. Ik heb hiervoor communicatie gestudeerd en in 2009 afgestudeerd. Ja. En toen had ik zoiets van ik ben nog niet klaar met studeren en ik wilde heel graag met kinderen werken. Mm-hmm. En ik gaf toen de tijd danslessen. En via die danslessen kreeg ik eigenlijk in de pauzes en na de danslessen steeds meer vragen en dingen achter de schermen te horen bij kinderen thuis. Dat ik dacht, daar zou ik op zich best iemand mee willen ondersteunen, maar ik had de papieren er niet voor. En ik had zoiets van, ik zou het wel willen, maar kan het niet. Nee. En niet, of tenminste niet professioneel dan, om het zo even te zeggen. En toen ben ik terug naar school gegaan. En toen dacht ik, is het misschien niet leuk om vervolgens activiteiten te koppelen met thema's. En op die basis eigenlijk preventief met kinderen aan de slag te gaan. En spelenderwijs over maatschappelijke thema's te praten waar bijna iedere tiener tegenaan zal lopen. Mm-hmm. En dat gesprek met de kinderen aan te gaan en ze te prikkelen om over bepaalde onderwerpen na te denken en ook met elkaar in gesprek te gaan om ervaringen met elkaar uit te delen. Oké, en welke thema's of onderwerpen moet ik dan bijvoorbeeld aan denken? Het kan echt van alles zijn. Mm-hmm. Verliefdheid, onzekerheid, zelfvertrouwen, omgaan met je grenzen aangeven, verslaving. Maar bijvoorbeeld ook, hoe ga je om met je angsten? Positief versus negatief, hè? Wanneer ben je positief, wanneer ben je negatief? En kan je het ook tegelijkertijd zijn? Het zijn hele leuke onderwerpen om over te praten. En vooral als tiener heb je natuurlijk verschillende gevoelens, gedachten. En is dat normaal? Maar daar kan je hele leuke gesprekken over aangaan. En dan komen kinderen al heel snel tot de conclusie van, ik ben niet de enige die... Of, ja.
het iets denkt of iets heeft. We zitten met z'n allen in hetzelfde schuitje en laten we elkaar dan juist ondersteunen en elkaar tips geven om de puberteit dan wat gemakkelijker door te gaan. Want het is al zo zwaar, hè? Om vervolgens door die wereld opgenomen te worden, mee te kunnen participeren. Nou, et cetera, et cetera. Ja, en hoe groot kunnen die groepen zijn? Over het algemeen is een groep gemiddeld 15 tot 25 kinderen per activiteit, om het even zo te zeggen. Ja. En de nadruk zit meestal tussen de 20 en 25, echt heel druk bij Sista. Okay. Dus ik draai dan op 6 verschillende scholen. Dus dan kom je uit ongeveer gemiddeld 110 kinderen per week. Ja, en stichting Sista. Sista, waar staat de naam eigenlijk voor? Of waar is die aan ontleend? Sista is afgeleid van het Engelse woord sister. Sista is een benaming om elkaar te noemen. Dus we kunnen onderling van elkaar sista zijn. Dus we zijn zusjes van elkaar zonder bloedverwant van elkaar te zijn. Okay. En zusjes geven elkaar altijd advies. Mm-hmm. En als je nu een sista bent, dan kan je elkaar alsnog advies geven zonder dat je zusjes van elkaar bent. Dus je bent eigenlijk gewoon één grote familie die elkaar ondersteunt en elkaar helpt en elkaar in elkaars kracht zet. Want dat is ook iets wat Sista doet, hè? De krachten van kinderen opzoeken om ze vervolgens te helpen. Van als er ooit een probleem is, dan gaan we kijken wat je in huis hebt in jouw eigen, je eigen gereedschappenkist, om het even zo te zeggen. Wat heb jij zelf in huis? Wat heb je nodig om daarna vervolgens het probleem samen op te lossen? En tijdens de volgende keer dat je ergens tegenaan loopt, kan je wellicht zelf het probleem met die tools en vaardigheden die je hebt aangeleerd, oplossen. Zo, en dan gaan we opnieuw kijken. Ja. Nou, het is een prachtig initiatief. Het is zo leuk. Ja. En, nou, en het wordt ook, want jullie hebben ook de Power Award pas gewonnen. Ja, dat was zo'n eer. Dat was echt geweldig. Ja. Ik wist nergens van. Geweldig. Dan is het juist zo leuk, toch? Ja, ik werd een 2 dagen van tevoren werd ik gebeld dat ik genomineerd was. En ik weet dat die prijs dan via de Nationale Vrouwendag wordt uitgereikt. Mm-hmm. Ik zeg, ik wil niet vervelend zijn, maar ik heb het niet opgegeven. Nee, dat klopt, want je bent opgegeven door een ander. En het was één groot feest om te horen dat ik dus uiteindelijk op 8 maart dan echt had gewonnen. Ja, het was echt een cadeautje. Ja, dan weet je waar. Ja, ik weet waar ik het voor doe. Ik doe het voor die meiden, maar dit was gewoon echt een bekroning van dat ik goed bezig ben voor die meiden. En voor mij gaat de prijs ook echt naar de meiden uit. Want als die meiden er niet waren geweest, dan had ik voor mezelf ook geen sister kunnen opzetten. Dus de prijs is in mijn ogen voor de meiden zelf. Kijk eens aan. Onze felicitaties daar nog mee dan. Ja, dankjewel. Zeker. Ik zal het doorgeven aan de meiden. Ja, heel graag. We hebben een heel goed beeld gekregen van Stichting Sista. Heb je nog wensen voor de toekomst? Of waar wil je over een aantal jaar staan? Uitbreiding naar scholen? Of waar ben je mee bezig? Nou, sowieso uitbreiding op scholen. Mm-hmm. Zoals ik aan het begin van mijn interview al zei, helaas heb ik nog geen klonenmachine gevonden. Dus mijn droom is nu eigenlijk om andere vrouwen op te leiden. Mm-hmm. Om die vibe voor mij, die ik dus als Sista nu 3 jaar geef, waarvan 2 jaar stichting vorm en 1 jaar project, om die vibe door te geven aan andere vrouwen. Waardoor de Sista-vlek eigenlijk verder over Nederland wordt verspreid. En dat nog meer kinderen eigenlijk bereikt kunnen worden. En dat je dus preventief aan de slag kan gaan met kinderen. Je hoeft geen probleem te zijn om met die kinderen aan de slag te gaan. Het gaat gewoon erom dat ze een leuke tijd hebben na schooltijd. En als er dan toevallig ook nog een leuk onderwerp besproken kan worden. Niet leuk, maar een goed onderwerp kan worden besproken. De ene keer leuker dan de andere keer. Dan hebben we toch weer een stukje bijgedragen aan de samenleving. Om het Oké, hartstikke bedankt voor je toelichting. En we hebben een heel duidelijk beeld gekregen van jullie. Veel succes. En dankjewel. Ja. Noem nog even de website, want dan kunnen de mensen het ook nog even nakijken. Dat is uiteraard www.sistamagazine.nl. Oké. Nou, Ocean, heel hartelijk dank voor al je uitleg en heel veel succes met je werk. Graag gedaan en een enorme eer om bij jullie in de uitzending te zijn. Dankjewel. Oké. Dag. Fijne avond. Dag.